Hoi, ik ben Maartje en ik ben in de Witte Villa, de plek waar Rijn-IJssel eind dit jaar in gaat trekken. Er wordt nog volop gebouwd, zoals je ziet, maar we gaan eens even kijken hoe het er van binnen uitziet. Dit wordt straks de centrale ingang waar medewerkers en studenten binnenkomen. En er is nog veel meer te zien. Ga je mee? Als je eenmaal binnen bent, kom je vrij snel bij het restaurant uit. Dat is hier beneden. De plek om elkaar te ontmoeten en te genieten van een broodje en een kopje koffie. Nu nog vrij kaal. Maar straks natuurlijk gevuld met kleurrijke tafels en stoelen. We zijn op de eerste verdieping aanbeland. Hier komen vooral theorielokalen die nu nog volop in aanbouw zijn. Op de tweede en derde verdieping komen straks de docenten en de stafdiensten te werken. Het is nu nog leeg, maar straks staat het hier vol met verschillende werkplekken. En het is misschien een beetje moeilijk voor te stellen, maar hier komt straks een koffiecorner. Ik ga nu eerst weer even naar beneden. Want op de begane grond vind je niet alleen een restaurant, maar ook onderwijslokalen. En in dit lokaal vind je straks misschien wel een atelier. En je vindt hier ook een belangrijke trap. Namelijk de trap die de Witte Villa verbindt met de toren. Rijn-IJssel heeft in de toren straks 4 verdiepingen en daar heeft het cluster Creatieve Industrie ruim opgezette praktijklokalen. Je moet nog even door de bouwmaterialen heen kijken, maar dit is straks een danszaal. Hoe hoger in het gebouw je komt, hoe stiller het wordt. Op de 4e verdieping komen dus vooral theorielokalen en werkplekken waar studenten zelfstandig kunnen werken. Bijvoorbeeld hierboven. We zijn weer terug op de begane grond van de Witte Villa. Nu dus nog niet klaar, maar straks gaan we hier met z'n allen lekker werken en studeren. En is het nou net zo lekker weer als vandaag? Dan is op onze NK-campus gelukkig ook genoeg plek om buiten te zitten.